Daar staan ze dan, de belofte van Jong SC Cambuur en Jong PEC Zwolle in de bekerfinale. Het rare bij deze wedstrijd is wel dat er niemand van de KNVB aanwezig is en ook geen beker. En dus zullen de beide teams niks tastbaars aan hun prijzenkast kunnen toevoegen. De eerste kans van de wedstrijd is voor Jong PEC Zwolle. Via de handen van Pieter Bos gaat de bal over het doel. Dan is het Jong SC Cambuur. Rutger Etten is het in het midden. Geeft de bal mee aan Noureddine Boutsamar. En met een droge schuiver in de linker benedenhoek schiet hij Cambuur naar een 1-0 voorsprong. Dit tot vreugde van de fans van de Leeuwarders. Dan opnieuw Cambuur. Jordi den Hoed die meegeeft aan Thijen Conrad. De bal terugkrijgt. Kan hij dan ook met de voorzet gaan komen? Dat lukt. Danny van Haren. Schot wordt gestopt door Rijk Houtmeijer. En ook in tweede instantie keert hij een inzet van Rutger Etten. Nog één kans misschien? Nee. Opnieuw gaat mis. En dan kan Mike Houtmeijer uiteindelijk de bal over de zijlijn schieten. Dan een corner vanaf de rechterkant van het veld. Wordt verwerkt uiteindelijk door Tyron Conrad. Maar valt daarbij voor de voeten van Jochem van Putten. Hij besluit uit te halen, maar dat is buiten Pieter Bos gerekend. Opnieuw Cambuur met Etten. Daar gaat Narsing al lopen. Narsing krijgt de bal ook mee. Alleen op keeper Houtmeijer af gaat de keeper voorbij. En dan is het een koud kunstje natuurlijk voor de aanvaller van het eerste om de bal binnen te schuiven. En Jong SC Cambuur op een 0-2 voorsprong te zetten. Opnieuw Cambuur. Thijen Conrad die even weg wordt gestuurd. Mike Houtmeijer zit er dan wel tussen. Maar is er uiteindelijk slordig balverlies van Zwolle door goed doorgaan van Haren. Is Etten er doorheen. Alleen voor keeper Houtmeijer. Maar struikelt hij over zijn eigen benen. En dus kan Houtmeijer een makkelijke redding brengen. Dit had de 0-3 voor Jong SC Cambuur moeten zijn. Dan zijn we inmiddels in de tweede helft aanbeland en begint Rogier Benschop aan een dribbel. Benschop, twee man voorbij, zowel Den Hoed als Monsma, alleen op keeper Bos af. En daar schuift hij onder door en daar is dan ook de aansluitingstreffer voor Jong PEC Zwolle 1-2. Dan zijn er nog natuurlijk alle kansen voor Jong PEC Zwolle, dus moedigt Pieter Bos zijn mannen even aan om een schepje erbovenop te doen. Zwolle opnieuw met Stijn van Aert. Slordig balverlies. Danny van Haren. Oeh, en via de handen van keeper Houtmeijer gaat het dan op de paal. Zwolle opnieuw met een combinatie. Dan is het Bas van Wijnen die daar misschien uit kan komen. Ja, hij heeft nog steeds de bal. Van Wijnen nou, wordt aan de kant gezet door Boutsamar. Sakir met de bal er vandoor. En dan is het 3-2 als Cambuur dit snel uitspeelt. Het is 4-3. Makkelijk meegegeven op links naar Danny van Haren. Van Haren, maar die vindt opnieuw Houtmeijer op zijn pad. Dan zitten we al in de slotfase van de wedstrijd als Jong PEC Zwolle nog één corner te nemen krijgt. En dus gaat doelman Mike Houtmeijer ook mee naar voren. En kan Jong PEC misschien nog de 2-2 forceren. Is de corner daar. Pieter Bos kan hem wegstompen. Wordt niet goed verwerkt. En dus kan PEC hem nog een keer inbrengen via Stijn van Aert. Maar dat lost Jordi den Hoed goed op. En dan is het via Yassine Zakir Jordi Scholz die richting het lege doel kan lopen. En dan Cambuur naar 1-3 kan schieten. Nou, dan is het de scheidsrechter die ook meteen voor het einde blaast. En dus wint Jong SC Cambuur de beker. Finale van Jong PEC Zwolle. En kan het een feestje gaan vieren. Samen met de supporters uit Leeuwarden.